Ik ben Dirk van Roy, CEO van EasyFairs België. Wij maken deel uit van een groep, EasyFairs Groep, die actief is in 14 landen met het hoofdkwartier weliswaar in Brussel. En wij zijn actief op twee domeinen. Wij organiseren zelf evenementen en hosten live events. Dus enerzijds hebben wij in België 4 evenementenhallen. Flanders Expo in Gent, Antwerp Expo in Antwerpen, Nekkerhal Brussels Noord in Mechelen en Namur Expo in Namen, waar wij tientallen organisatoren verwelkomen. Organisatoren van beurzen, van bedrijfsevenementen, van seminaries, van congressen, van productvoorstellingen. En anderzijds zijn wij actief in het zelf organiseren van een 30-tal evenementen. Enerzijds evenementen in het B2B-segment voor sectoren zoals horeca, verpakkingsindustrie, transport en logistiek. En anderzijds gericht meer naar de consument in het B2C-gebeuren. En dan denken we aan een 6-tal bouw- en renovatiebeurzen. Dan denken we ook aan de kunstsector met het Naar Brussels. En denken we ook aan Comic-Con, waar we met Facts en MIA 4 evenementen op jaarbasis organiseren. De impact van COVID voor ons bedrijf was ongezien. Precies een jaar geleden, in maart, zijn we begonnen met het verplaatsen van onze evenementen naar mei-juni. Daarna naar oktober. En uiteindelijk hebben we een gans jaar lang niets anders gedaan dan evenementen, hetzij gecanceld, hetzij uitgesteld. En uiteraard was dit een bijzonder moeilijke periode en hebben we toch nog altijd getracht om de link te blijven behouden met onze community. En dat werd wel enorm geapprecieerd door al onze stakeholders. Ik ben er heilig van overtuigd dat er nog een toekomst is voor fysieke beurzen, want wij zijn allemaal sociale dieren. We zitten met uren, weken, maanden achter het scherm met Teams-meetings, met Zoom-meetings. En ik voel de drang, zowel privé, waar we familie en vrienden willen ontmoeten om opnieuw een trouwfeest bij te wonen, opnieuw een babyborrel of zelfs een begrafenis. Ik bedoel, het is voor iedereen uitermate belangrijk om dat sociale contact terug op te nemen. En ik ben er daarom ook van overtuigd dat business-wise niets, maar dan ook niets, een evenement kan vervangen waar je gebruik kan maken van je 5 zintuigen om alles te gaan waarnemen. Dus ik heb er ten volste alle vertrouwen in dat dit goed komt. Als EasyFairs beschikken wij alvast over 3 troeven om een puike herlancering mogelijk te maken. Eerst en vooral focussen wij ons op lokale, regionale evenementen. Ik denk dat op vandaag een echt zeer internationale beurs niet eenvoudig is, gezien de reisbeperkingen die momenteel worden opgelegd. Ten tweede ben ik er ook van overtuigd dat in deze tijden, die zwaar hebben ingehakt op alle budgetten, er meer dan ooit gekeken zal worden naar de return on investment. En met de all-in-formule die wij vanuit EasyFairs kunnen aanbieden, is dit een perfecte oplossing voor een heleboel van onze stakeholders. En dan ten derde, ja, uiteraard zijn we professioneel. Uiteraard zullen we in de toekomst ook zo coronaproof mogelijk gaan organiseren. We beschikken daarom over telsystemen. We hebben protocols uitgewerkt met onze sector en de verschillende overheden. En ja, wij laten ons ook controleren door SGS, een wereldleider in het analyseren, controleren en certificeren van alles wat dat wij ondernemen. Dus ik ben ervan overtuigd dat op basis van deze 3 aksen wij echt klaar zijn voor een fantastische herlancering. En of onze bedrijfsstrategie er anders zal uitzien? Ja, inderdaad. De digitale revolutie is echt in overdrive gegaan. En het laatste jaar hebben wij dan ook vanuit EasyFairs tientallen evenementen online getest. Webinars, taskforces, noem maar op. En zijn we tot de conclusie gekomen dat ook wij inderdaad naar een meer hybride aanpak zullen evolueren. Dat betekent niet dat wij op hetzelfde moment van onze fysische evenementen
ook online zullen gaan? Nee, hoegenaamd niet. Dit betekent eerder dat wij gedurende een periode van 365 dagen zullen trachten online contact te behouden met onze community. En we zullen proberen om milestones uit te zetten waar we telkens opnieuw dat contact zullen aangaan, online weliswaar, met deze community, om dan naar een climax toe te gaan werken. En de climax is het echte fysische evenement. En we constateren ook dat hier mogelijk een opportuniteit zit. Want we constateren dat een heleboel van de online bezoekers, eigenlijk op vandaag, geen fysische bezoekers zijn van onze evenementen. En wij op deze manier ook aan lead generation kunnen doen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat onze bedrijfsstrategie door die 365 dagen aanwezigheid er in de toekomst anders zal gaan uitzien. En mijn boodschap voor jullie allen is eenvoudig. Ik denk dat we allemaal bijzondere zware tijden hebben meegemaakt en nog meemaken. Niet alleen wij, maar al onze stakeholders. Ook onze medewerkers. Onze medewerkers wil ik dan ook van ganse harte bedanken voor hun doorzettingsvermogen, voor hun wilskracht om verder mee te blijven timmeren aan deze weg. En ik ben er wel ook van overtuigd, en misschien kan dit klinken als een cliché, dat een crisis ook opportuniteiten biedt. En deze crisis heeft ons de opportuniteit geboden om ons aan te passen aan de noden van een sterk veranderde wereld. Ik ben Katrien Vermeeren. Ik heb zelf een audiovisueel bedrijf die zich specialiseert in B2B-events. En ik ben de woordvoerster van Sound of Silence. Sound of Silence is eigenlijk een belangengroep binnen de eventensector. En wij proberen eigenlijk de eventsector voortdurend op de kaart te zetten en zo mee het verschil te maken. Ze noemen mij dan ook niks van niets de Jeanne d'Arc van de eventsector. En we gaan blijven met elke vezel passie in mijn lijf. Ga ik blijven vechten om deze sector nu en de volgende jaren op de kaart te zetten. B2B-events hebben een verschuiving gekend van budgetten, omdat de marketingafdelingen de budgetten drukten. Maar met de jaren merkten we op dat die budgetten wel meer omhoog gingen en dat er meer en meer werd ingezet op beleving. Dus we zijn er ook van overtuigd dat dat na corona zeker zal terugkomen. Beleving is eigenlijk, uit studies blijkt dat millennials inzetten op beleving. Daaraan willen ze geld spenderen. Het woordje you only live once, YOLO, is niet voor niets uitgevonden. Dus mensen hebben nood aan beleving en corona heeft dat eigenlijk ook echt duidelijk gemaakt. Wij gaan geen mini gaan kopen omdat we de reclame zien op televisie. We gaan een mini kopen omdat we erin mogen zitten, het mogen voelen, hoe het rijdt, hoe het aanvoelt. En als daar dan nog een mooi event is aangekoppeld, dan heb je daar een blijvende indruk van. En dat maakt echt het verschil en dat gaat de consument aanzetten tot kopen. Een B2B-evenement van de toekomst, dat gaat een hele mooie synergie zijn tussen verschillende actoren in het veld. Dat gaat van de eventkantoren die aan storytelling doen of de organisatoren die aan een heel mooi verhaal werken en die dan samen met de audiovisuele partner gaan zoeken naar de perfecte combo om dat zo mooi mogelijk uit te dragen binnen dat event. Maar ook die cateraar gaat die beleving, die storytelling moeten verder zetten in de gerechten. En die people agency gaan moeten die storytelling verder zetten in de mensen dat ze daar zetten, hoe ze zichzelf daarin presenteren. Dus ik denk dat het event van de toekomst heel hard gaat op beleving zijn en een synergie zal zijn van verschillende actoren die het 1 plus 1 eigenlijk 3 maken. De kennis die we hebben verhaard in dit jaar over digitale events, die zullen blijven. Maar het volledige digitaal, dat gaat er wel een stuk uitgaan. We hebben gemerkt dat mensen nood hebben aan samenkomen. Maar we hebben wel bijvoorbeeld ja, het systeem van VR. Kijk maar naar de Gouden Kaas. Er gaan wel elementen blijven. En het digital hybrid, waarmee we om de oren worden geslingerd, dat zal blijven. Een congres zal zowel gestreamd worden als een stuk live gebeuren. Dus het offline-online verhaal gaat een stuk zijn, maar het volledige streamen. Kom aan,
Wie gelooft daarin? We hebben elkaar nodig. Een van mijn tips voor de mensen die nu in de eventsector zitten en het gevoel hebben dat het uitzichtloos is, geef niet op, het komt goed. We will shine als nooit tevoren. Ik ben Christophe Schapen, ik ben innovatiestrateeg bij NTT. Dat is een firma die in Europa minder gekend is, beter gekend als X-Dimension Data. En we zijn eigenlijk een grote IT-integrator. Mijn functie als innovatiestrateeg is dat ik binnen het Europese Innovatiecentrum werk. En we werken daar samen met klanten aan allerlei soorten innovatieve projecten. Dus NTT heeft heel veel producten, services in portfolio. En dat zou wel eens de volgende doorbraak voor een van onze klanten kunnen betekenen. En daar zijn we naar op zoek in ons innovatiecentrum. NTT is betrokken bij een aantal grote sportsevents, zoals de Ronde van Frankrijk. Dus die deal hebben we 6 jaar geleden getekend met de ambitie om het doelpubliek van de Ronde van Frankrijk te gaan verjongen. En dat hebben we samen met de organisatie gedaan door het plaatsen van sensoren op alle fietsen met een aantal heel specifieke karakteristieken. Dus elke sensor mag maar 100 gram wegen en 1 seconde later moet het resultaat van die sensor, dus dat kan zijn snelheid, acceleratie, hellingsgraad, 1 seconde later moet het resultaat op het tv-toestel of de smartphone van de kijker terechtkomen. En dat is een hele uitdaging. Dat is zo voor de Tour de France, maar we doen hetzelfde bij IndyCar. En elke wedstrijd, elke event dat wij sponsoren, heeft zo zijn eigen karakteristieken. Als bedrijf was NTT eigenlijk vrij goed voorbereid op de pandemie, omdat dat is deel van ons DNA om remote werken mogelijk te maken voor klanten. Dus zeker voor de crisis, maar ook tijdens. En ook voor events heeft dat heel veel vruchten opgeleverd. Dus events moesten virtueel doorgaan, dus moesten remote bestuurd worden. En daar hebben we heel veel van onze gewone kennis van onze klanten van elke dag toepassen. Hebben we ook die passie kunnen leggen in een aantal events om die remote te laten doorgaan. De Ronde van Frankrijk is natuurlijk een hele beleving op zich. Daar was al heel veel data in, maar die data hebben we nu nog verrijkt. Daar is ook virtual reality bijgekomen, augmented reality. En zo kunnen we die hele fan experience rond de Tour de France compleet veranderen. Een voorbeeldje van wat we bijvoorbeeld doen net na het beëindigen van de race is een paar seconden gaan terugspoelen. Dus de 3 laatste renners die over de eindmeet zijn gereden, hoe zijn die tot daar gekomen? Dus een paar seconden na het finishen van de race hebben we die beelden klaar en kunnen we eigenlijk een soort van review teruggeven aan de kijkers over hoe dat de 3 winnaars zijn ontsnapt uit het peloton of uit de sprintgroep en hoe dat die hun strategie in de laatste 10, 15 seconden van de race hebben bepaald. We hebben in het afgelopen jaar, in de afgelopen events die hebben plaatsgevonden, heel veel geleerd. En misschien zelfs op versneld tempo. Nu, dat tempo, dat gaan we kunnen behouden na de pandemie, denk ik. Dat niveau van digitalisering. En we hebben ook de combinatie van de trend die we nu aan het zetten zijn met de historiek uit het verleden. Dus we hebben ook de data van de afgelopen 5, 6 jaar. En wij zien ook dat we daar predictieve modellen mee kunnen maken. Voor wedstrijden bijvoorbeeld, om nog interactiever te gaan. Om nog meer energie van de toeschouwers los te weken. En misschien zelfs nieuwe businessmodellen op basis van die data te gaan genereren. Dus het is een event, nu kijken we naar 2021, maar eigenlijk zit daar ook data van 2014, 15, 16 en alle afgelopen jaren in. Voor de marketing point of view is dat natuurlijk ook heel belangrijk om die data te kunnen hebben en om die zinvol te kunnen gebruiken. Dus ik haalde het aan, de organisatie achter de Ronde van Frankrijk wou zijn doelpubliek verjongen. Dat is op zich een marketingdoelstelling, maar daar hebben we technologie ingezet om die doelstelling te kunnen behalen. Dus met die data hebben we een jonger publiek meegesleept, hebben we eigenlijk data en content voorzien voor een tweede en een derde scherm om de race op mee te volgen en om dat event dus eigenlijk digitaal te gaan verrijken. Dus qua marketingtool is dat natuurlijk ook zeer sterk. Zeker geen one-shot, want het is een werk van lange adem. Dus jaar na jaar komen daar nieuwe zaken bij. En jaar na jaar wordt die marketing ook rijker en trekt die ook een nog breder publiek aan.
We gebruiken de data die we bekomen vanuit alle renners, alle sensoren op alle fietsen van de Ronde van Frankrijk. We stoppen die natuurlijk ook in een database en jaar na jaar wordt die rijker en wordt het model rond de artificiële intelligentie daar rond ook slimmer. Dat wil niet zeggen dat het altijd juist is, maar dat wil wel zeggen dat op basis van de resultaten van het verleden ook de resultaten van de toekomst voorspeld gaan worden. Er zitten uiteraard elk jaar verrassingen in en het menselijke aspect blijft heel belangrijk. Het moet ook gezegd dat we enkel de sensoren op de fietsen kunnen plaatsen, niet op de personen. Dus dat is een whole different ballgame. Maar wie weet, misschien op een dag dat we ook biosensoren gaan mogen plaatsen en dat dat ook deel van de ervaring en van de reis kan gaan worden.